Ja, beter kun je niet hebben. Ik bedoel, dit is echt topsport. Dat is topkorfbal, maar dat is niet te vergelijken, dat is gewoon topsport. Als je kijkt, de inzet van al 16 die spelers, maar ook van die scheidsrechter en zijn assistent, ja, ongelooflijk. Hoge intensiteit, veel sfeer, veel korven. Fantastische finale, dat belooft nog voor die tweede helft. Ja, ik denk het wel. Ik hoop dat iedereen het kan volhouden, want het tempo dat er in de wedstrijd zit, nou, ik ben benieuwd of zij die tweede helft diezelfde tempo kunnen aanhouden. En laat ons hopen van wel, want dan wordt het een ongelofelijke wedstrijd. Sfeer en feesten op het veld, ook naast het veld natuurlijk voor u in het bijzonder, die tiende verjaardag. Hoe wordt dat hier in de rand van deze wedstrijd gevierd? Wel, wij hebben boven daar een volledige lunchbar klaargemaakt. We hebben er straks hele lekkere hapjes gekregen, met de nodige drank uiteraard erbij, de nodige speeches erbij. En ja, ik moet eerlijk zijn, van al onze klanten, maar ook de bondsmedewerkers, onze bondsvoorzitter, krijg ik alleen maar heel lovende kritiek en dat doet me enorm veel deugd. U hebt ook de opworp mogen geven van deze finale. Dat moet heel speciaal zijn, denk ik. Ja, zeker als je zelf midden in het korfbal zit, week na week. Ik train zelf ook een ploegje. En als je hier dan op die middenstip kan staan en kijkt naar al die supporters, waar, laat ons zeggen, ja, toch misschien wel 60-70% mensen vanzelf van kent. Ja, dat geeft wel een kippenvel moment. Zoals ik daarnet zei, jouw firma, het Neutraal Douaneagentschap Nelen, is de naamsponsor van de Top Korfbal League voor het tweede jaar. We lopen nu stilaan naar het einde van dat tweede jaar. Kijk eens terug, hoe is die samenwerking geweest? Bent u tevreden van dat sponsorship? Ja, dat denk ik wel. Ik heb het er net in mijn speech ook gezegd. Het was enerzijds de naamsbekendheid gaan creëren, meer uitstraling geven van NDN. Anderzijds was het voor ons vooral te doen om een weg te openen voor de korfbal, voor onze hobby. Om te laten zien dat het topsport, de sportwereld en de bedrijfswereld bij elkaar kunnen komen. En dat is uiteindelijk nog altijd onze bedoeling. Wij willen van onze hobby, via ons bedrijf, willen we laten zien van mensen, kijk, andere bedrijven, zorg dat je ook interesse toont. En ja, dan krijg je zoiets op je bord geschoteld en mooier kun je het niet noemen. Ja, jullie doen samen met de bond heel wat om dat korfbal naar een hoger niveau te tillen. Ik denk aan de tifo's die hier zijn uitgereikt voor de wedstrijd. Twee prachtige tifo's. Er was bij het begin van de competitie een echte kick-off. Zijn er nog zo'n initiatieven die er gaan aankomen? Ja, kijk, ik heb binnen mijn familie een ongelofelijke schoonzoon die met de ongelofelijkste ideeën naar voren komt. Dus ik zeg niet nee, maar ja, hij tovert die uit zijn hoed. Dus er zal nog wel iets in petto komen. Nog één jaar loopt het huidige contract tussen NDN en de Top Korfbal League. Dan moet er weer bekeken worden en onderhandeld worden wat daarna komt? Ja, dat gaan we kijken. We gaan niet te ver naar voren kijken. We genieten van deze momenten, van dit seizoen. Het loopt perfect. Volgend jaar gaan we terug in gesprek met de KBKB. Maar ik blijf het herhalen. Het is via NDN een opening te creëren naar andere bedrijven en wij hopen echt dat er andere bedrijven op instappen, dat het niet alleen bij NDN blijft en dan staan wij heel graag onze plaats af aan een volgend bedrijf dat het korfbal, onze eigen korfbalsport, mee gaat promoten. Tot slot, wie denkt u gaat hier straks aan het langste eind trekken? Dat durf ik niet te zeggen. Met deze tussenstand, met deze intensiteit van de sport, dat kan je niet van tevoren zeggen. Er kan nog zoveel gebeuren. Dus staan we toe van daar niet op te moeten antwoorden.